een leuke video. Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaan we de... Oeh, was dat open? Oh nee. De Bean Boozled Challenge doen. Bente, Torbe en Lula en ik. Wij gaan de Bean Boozled Challenge spelen. Voor degenen die dit spelletje nog niet kennen. We gaan dus hier aan draaien. Daar staat een kleur op van een soort jelly bean, dus een soort snoepje. Als hij bijvoorbeeld bruin zegt, dan moeten we een bruin snoepje nemen. En dan is het ofwel dog food, dus honden eten, of chocoladepudding. Dus je kunt pech hebben of je kunt geluk hebben. Oké, wie gaat er beginnen? Ik niet. Jij? Ja, jij hebt er gezegd. 2, 3 en 4. Oké, ik ga draaien. Ik heb zo'n groene met spikkels. En dat is of snot, dat is een snottepiet, of peer. Maar ik lust ook geen peer. Ah ja. Ja, ik lust geen peer. Zoals deze. Oh, veel succes. Wat is dat? Dat smaakt naar gras. Wow. Heb ik een foto genomen? Ik denk peer dan. En het valt wel mee. Volgende. Bente. Je vinger is in de weg. Ik zal het vasthouden. Oranje, ook met spikkels. Maar er zijn geen met spikkels. Ja, oké. Deze. Blauw. Hier, dat zijn deze, niet? Dat is deze. Of overgeefsel of perzik. Ja, dat is die. Hier. Ah, ja. Als je hem wilt uittuffen, dan mag je ook uittuffen. Hè? Goed? Als het heel goed is. Hopelijk heb je perzik, Bente. Je moet wel beter, hè? Beter op. Als het vies is. Vies? Oh, god. Heeft hij dat hier, drink maar. Ligt er nog een elter was nog in haar mondzak. Ja, maar dat is... Oh, maar is dat koud? Nee, dat ruikt naar perzik, vind ik. Nee? Ik ruik niet. Ik ruik het. Ik ruik die. Kom. Ja, ik ook. Ja, was het vies? Ja? Ja, anders ook niet uit. Oei, oei, welke is dat? Die hele rare... Oké, dat is ofwel stinkende sokken. Deze. Ofwel tutti frutti. Dus tutti frutti is kruid. En waar is die hond? Maar zo hard. Wie zei ze die overgevallen of zo? Ik hoop van niet. Ja, dan heb ik mijn tanden plakken. Ja. En? Is het vies, nee? Oh, oké. Okay. Ja. Dan zal het wel tutti frutti zijn. Dat blijft de hele tijd aan mijn tanden plakken. Welke heb ik? Die. Dat is gewoon wit. Dus dat is... Babydoekjes om de poep af te vegen. Hoe kun je dat zelfs eten? Babydoekjes is zo heel fel parfum. Oh, ik vind al baby's. Ik lust geen kokos. Nee, hier is de kom al. Oh, go. En? Ik denk babydoekjes, ja. Is dat zo tof? Parfum. Op puur parfum dat je in de mond krijgt. Oké, mijn beurt terug. Dat is gewoon puur parfum dat je in de mond kreeg. Ik heb... Maar dat van mij was lekker. Ik heb ook stinky sokken of tutti frutti. Maar waarschijnlijk dat je stinkende sokken hebben, hè? Dank je. Ja, moet ik daar hier inkappen? Om elke is er maar één, hè? Nee, er zijn er meerdere. Ja, oh, fijn. Heb ik die al in de mond gestopt? Ik heb tutti frutti. Ook al! Pietzak. Oh, die smaak blijft in mijn mond. Mag ik hier op drukken? Nee. Laat ik zitten. Oh, wie is? Bente. Bente. Oh, mij was lekker. Oh, dat was echt. Ja. Iets met oranje met spikkels. Nee, blauw. Blow. Tandpasta of besjes? Hier is er nog één. Ja, tandpasta. Dat is allebei super lekker. Nee, tandpasta is gewoon munt, hè? Dus. Ja, tandpasta is lekker. Ja, lekker. Oh, ik heb die smaak nog altijd. Is het munt?
Of zijn het besjes? Proeven naar besjes. Naar munt. Munt. Ja, dat is ook vies. Oh ja, ik ruik het. Oh, ik ruik het denk ik wel, ja. Dat ruikt echt naar munt. Ik ruik gewoon allemaal dingen door elkaar. Ik ruik niks. Zeg eens iets tegen mij. Hallo. Ja, aan mij. Ik ruik echt munt. Die is nu toch wel... Oh, ik... Maar munt is nog niet zo vies, hè. Vond je het niet lekker? Nee. Ik vind alleen besjes. Alleen ik vind alleen besjes. Hier. Honden eten of chocoladepudding? Ja, dat ik zwart als ben. Ik wil chocoladepudding. Ja, chocola... Nee, honden eten. Maar het is wel lekker. Dat is geen chocoladepudding. Nee. Honden eten. Dat smaakt om te eten eigenlijk. Ja, buh, dat lijkt dat het alsof het stinkt. Is het toch vies? Ik vind het nog wel lekker. Deze, wacht. Dat is deze denk ik niet. Stinky sokken of tutti frutti? Oei, het is bijna op en nu pas begint het vies te worden. Ja, dat is een kotsemmer. Kotsemmer. Ik ga die alvast passen. Wat was het? Stinkende sokken of tutti frutti? Ik denk dat je stinkende sokken hebt. Nee, ik wil dat niet. Jawel! Ik denk het wel, want ik had dat tutti frutti. Kot van het gras dan, hè. Is er ook geen kot? Is er ook geen kot? Er is ook overgeef. In het begin was het lekker, maar toen kwam die geur van die sokken in de mond. Toen... Oh, eeuw. Rot ei. Rot ei is er van. Luna had sokken. Niks lekker. Luna had vieze sokken. Kijk, dit is voor mij. Alles speeksel. Ik had honger voor. Hier. Is er nog een ja, dus ik was eigenlijk al bijna klaar met kouwen. Ik heb babydoekjes of kokosnoot. Maar dat is toch dat vind ik allebei niet lekker. Ja, babydoekjes is van parfum. Nee, dat is echt niet lekker, babydoekjes. Ja, ik vond dat toch niet lekker. Oh. Ja, welke heb je? Babydoekjes. Ja, dat is vies, hè? Ja. Ik zei toch, dat is vies. Dat smaakt keihard naar parfum. Ja, dat is vies, hè? Al, in heel de keel gaat dat zo. Mag ik draaien voor u? Moet ik water bij gaan halen, want thuis hebben we geen... dat is vies. Ja, hè? Oh, dat smaakt Lentie echt alsof je parfum eet. Peer of... Snot. Oké. Peer of snot. Nokjes! Heb je die al gehad? En wat de vorige keer? Peer. Peer. Nou, die vond je niet lekker en had je uit. Nu gaat de snot hebben. Dan gaat die allemaal niet lekker. Volgens mij heb je snot. Je moet altijd zo lang nadenken. Ja, en je eet zo lang. Je moet daarop knabbelen, hè. Die. Kijk wel, wat die hielen. Die. Je moet er wel beter van. En wat was dat, denk je? Snot. Peer. En waarom heb je dan weer? Vond je dat niet lekker, peer? Ik vind dat helemaal niet lekker. Je hebt die groene. Peer. Oei. Nee, dat is die groene met stippels. Maar die zijn er niet meer. Ja, nee, deze. Ja. Ah, zijn dat... Dat is peer of snot. Ik denk dat ik snot heb. Peer! Want ik heb die ook, denk ik. Wat is dat, joh? Dat kom ik, hè. Ik ga dat niet uitwassen. Wie gaat het komen? Wie gaat het kommetje uitwassen? Ik niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik ook niet. Bent is te klein. Nee, oké. Bent is te klein, dat is waar. Wat heb je? Deze. Oh, hondenvoeding of maar hondenvoeding is eigenlijk nog wel best redelijk lekker, hoor. Ik kom toch al bij mee. Nog niemand heeft rotte eieren gehad. En die kots ook nog niet, of wel? Nee. Ja, Bent er misschien. Snot is echt niet lekker. Ja, ik ga. Hondenvoeding is wel lekker, maar snot. Eet je soms je eigen snot of Piet niet op? Zo. 10 minuten. Hè? Nee. Dat is toch vies. Niet kotsen, hè. Daar kan ik niet tegen. Maar hondenvoeding. Allee. Oei, die gaat echt overgeven. Oei, oei. We zitten met een kotser.
chocoladepudding. Oh, ik wil eens die rotte ei, hè. Kom aan, ik wil zo'n speciaal. Hier, die wil rotte ei. Of citroen. Limoen bedoel ik. Of gras. Oh, dat wil ik eten. Ik vind gras lekker. Ik moet zelfs een kikker gras? Niet eten, denk ik. Ik ook niet. Dat was echt vies. Ja, gras. Dat is toch lekker? Of niet lekker, maar ook niet. Dat is beter dan honden, denk ik. Ik vind hondenvoeding nog wel maar nee, in het begin begon dat ook. Die is thuis. Kots of perzik? Meer al. Die heeft hij nog gehad. Oh, ik moet echt. Wacht, geef dat aan Bente. Heb je iets om te eten? Moet ook knabbelen, hè? Achter is eten. Knabbelen, hè? Dat is niet lekker. Nee? Die vindt niks lekker. Nu heeft ze wel gebeten. Ja, maar die vindt altijd lekker. Oh, wat kom ik. Ik wil dat laten zien. Echt heel. Dat zou ik niet doen. Toch, wat doe je nou weg? Die wil dat niet zien. Een zwarte. We hebben altijd dezelfde. Maar die is wat kots. Ja, dat is één. Ja, die oranje. Ja. Maar ik wil nog perzik hebben, hè? Dat is perzik. Ja? Die andere. Oké, Luna, kom maar. Maar waar is er tussen perzik en? Kots. Overgeef. Zo. Kots, overgeven. Dat is eigenlijk. Zo, bleh, en dan is dat niet lekker? Niet lekker. Nee, is dat perzik? Ik denk dat wel. Dat is niet lekker. Dat proeft naar perzikjes, maar. Ja, maar ik vind dat nog echt geen lekkere perzik. Nee, hè? Geen lekkere perzik. Welke? Deze, is dat sokken of. Deze met die hele vlekken? Nee, dat is stinky egg, maar die kun je ook nemen. Nee. Die heb je. Die. Ik wil ook met een stinkende sokken. Sokken of tutti frutti. Stinkende sokken of tutti frutti. Maar dat die stinkende sokken gaan hebben? Kijk, die moet er straks. Ik zou de hele tijd weg, dus ik denk niet. Hopelijk heb je stinkende sokken. Ik heb van die dingen een boer moeten laten. Van wat geen boer moeten laten? Of overgeef een haar. Oh nee, daar gaan we weer. Mocht ook eens kiezen als je wilt. Ik moet echt. Is dat popcorn? Ja. Oh, dat vind ik niet lekker. Ik maak hondenvoeding of chocola. Oh, ik ga echt iets eten, man. Ik kan niet meer. Hondenvoeding is toch lekker? Als vies. Alleen op het einde vind ik dat niet lekker. Hier, wat nu mag jij. Bente heeft een hele gekke. Oh, weer al. Die heeft weer al deze. Weer al kots. Moeten we eens een andere pakken voor Bente? Ja, die heeft weer al kots. Dat kan toch niet? Welke wil jij eens? Tutti frutti. Tutti frutti. Ja, dan moet je zo'n roze nemen. Of stinkende sokken. Zo eentje. Het kan ook wel stinkende sokken zijn. Weet je, kan. Oh, we hebben die toch niet meer. Jawel. Welke deze? Dat zijn die, ja. Dus een lekkere welkom. Bente heeft een mond. Vies? Nog niet. Allee, bah, dat is vies. Al dat speeksel, dat loopt eruit. Pas op, bah. Nu ben ik. Oh nee. Jij ging een trotte ei nemen, zeg. Ja, ik ga wel op de ei nemen. Welke is het nou deze? Ja. Oei, oei. Wacht, hè. Of popcorn. Ik hoop voor uw popcorn. Ja, ook al ben ik pop. Ik heb rotte ei of popcorn. Ah, ik heb net kip gegeten, hè? Popcorn ben ik ook niet zo heel lekker maken. Popcorn. En wie heeft er nog gehad? Bente had stinkende. Wat heb je? Ik kreeg ook terug alle negen. Oké, okay, voor de laatste. Ik moet niet die witte met gele. Oh, moet ik niet draaien? Ja. Je mocht ook kiezen, we waren al aan het kiezen. Welke zijn er? Tot. Welke is de lekkerste? Gras en limoen. Ellen, ik zal het voor die.
als de vuiltje. Oh, ik durf niet meer. Maar gras was niet zo erg. Nee, hier ligt toch wel die groene in. Ja, dat is niet lekker, maar het was niet zo erg. Oh, ik wil deze ook niet. Welke gaat je dan pakken? Ik heb de kop van de rug. Oh, dat stinkt. Ik wil ook eens gras. Welke is dat? Is dat deze? Ja, proef jij nog maar eens gras. Ah, dat is echt vies. Je denkt dat dat naar gras smaakt, zoals gras smaakt, maar het smaakt niet naar gras. Nee, dat is geen gras. Nee. Citroen kan je ook hebben. Ik dacht, ja, ik heb citroen. Nee. Ja. We gaan de video afsluiten. Waarom heb ik ook een geluk? Welke vonden jullie het viesste? Rotte eieren. Rot ei? Ik vond de babydoekjes. Alles. En jij? Tutti frutti. Tutti frutti vond je het viesst? Oké. Dus bij deze verschillende smaken. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Doe zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.